Nou, halal is eigenlijk een Arabische woord en vrij vertaald betekent dit toegestaan. En halal voedsel is wat je gewoon mag eten. En de regel in de islam is eigenlijk alles mag gegeten worden. Behalve als het gaat om dieren, behalve een paar die zijn genoemd in de Koran. En dat is dus het varken. Dus het varken is haram, dus mogen wij niet eten. Vervolgens slaat halal, als het gaat om dieren, ook op de manier waarop je dieren slacht. En dat betekent de keel doorsnijden natuurlijk, dat het bloed helemaal wegstroomt en dat je ook de naam van Allah, van God, uitspreekt. Dus dan is het dier halal. En men was van mening, van oordeel, dat het ritueel slachten zoals het nu wordt gedaan, is dierenonvriendelijk. Dat betekent met andere woorden dat het dier onnodig veel meer lijdt dan eigenlijk wat zou moeten. Er staat nergens in de Koran of in de traditie van de islam, van de profeet, dat de bedoeling is om het dier gewoon op een afschuwelijke manier van het leven te beroven. Het was juist, ze moeten er heel eerbiedig mee omgaan. En als je gaat slachten, dat staat dus duidelijk, je moet dus echt heel diervriendelijk zijn. En met andere woorden, met eigenlijk het minimale wat lijden veroorzaakt. Dat is een beetje, dat is de regel. Dus die zorg wat de Partij van de Dieren heeft, deel ik niet 100%. Nou, ik zal nu een paar dingen laten zien die te maken hebben met halal producten. Het is vandaag vrijdag, dus de koelkast is een beetje leeg. Nou, wij hebben voor de kinderen halal worstjes. Wij hebben natuurlijk kaas, het is altijd halal. Dit is echt specifiek voor mij. Zo leef ik eigenlijk eenmaal. En dat leren we dus ook aan onze kinderen. Wij proberen dus in het dagelijkse omgaan met mensen, wordt daar echt rekening mee gehouden. En wordt ook op prijs gesteld dat je zegt, als je bepaalde wensen hebt. Dus dat, op zich is dat heel goed, want dan gaan mensen nadenken, oh ja, ik ben toch iets anders. Maar dat is leuk. Wat is dan anders? Wat kan ik voor jou doen? Nou, dus ontstaat ook een prettige iets eigenlijk. Je ziet hier, er zijn garnalen. Alles wat van zee is, is halal. En waar heeft u dit allemaal gekocht? Waar doet u boodschappen? Die kopen wij bij een Turkse of Marokkaanse winkel. Die zijn ze, over het algemeen, verkopen ze halal producten. En alle andere bij grote supermarkten. Gewoon bij de bekende supermarkten. Ja. Ik kan me niet voorstellen dat Nederland met 1 miljoen moslims bijna, dat er geen ritueel vlees te verkrijgen is in de winkel. Ik kan me dat niet voorstellen. Nou, dat zijn gewoon rare scenario's eigenlijk. Mensen praten daarover, ja, nou, in heel negatieve zin. Mensen voelen zich echt aangevallen in hun diepe religieuze gevoelens. Maar ik vind de discussie vind ik eigenlijk heel erg oneerlijk over het ritueel slachten. Het is iets dat eigenlijk heel snel is gegooid in de discussie. Wij moeten nu ophouden met ritueel slachten, want het is onvriendelijk, dierenonvriendelijk. En vervolgens krijg je dus heel snel een aantal stappen naar de wetgeving. En wij hebben eenmaal nu, de meerderheid is geen moslim, en die beslist dat dat gewoon niet kan, zo ongeveer. Dat is geen eerlijke discussie eigenlijk. En daar zit eigenlijk een grote gevaar, vind ik, in omgaan met dit soort dingen die echt de godsdienstvrijheid raken. Nou, dat is de grote voorraad, de diepvries. En stel dat het er nou allemaal doorkomt, hè, in de politiek. Ja. Dat er niet geritueel geslacht mag worden. Dan is het goed. Hoe ziet uw diepvries er dan uit? Dan is het goed nieuws voor de visindustrie, want dan zullen we heel veel vis kopen, sowieso. Dus heel veel zeevruchten. En ja, voor de ene keer dat we echt vlees willen, misschien gaan we naar Antwerpen of zo.